Welkom bij het tweede deel van Brik. Ik heb Brik gisteren met jullie gesneden, of van de week met jullie gesneden. En ik had een tweede stukje nog liggen. Ik had dus uit dat teststukje hier driehoekjes gesneden. De Brik was al gepeld voor mij. Dus ik heb het zo gekregen van Caesar helaas. Dus ik kan jullie niet laten zien hoe ik dit heb gepeld. Behalve wat je ziet natuurlijk in het filmpje waarin we het gaan snijden. Maar wat ik wel kan laten zien aan jullie is of we dit kunnen persen met een huis- en tuin strijkbout. Niks meer, niks minder. Het is geen bijzondere strijkbout of zo. Het is gewoon mijn huis- en tuin strijkbout. En ik heb hier voor me liggen het grote Caesar t-shirt met een XXL. Als je denkt wat voor tent is dat. Dit is een XXL. En ik heb hem op mijn kookplaat liggen. Ik heb hem op mijn kookplaat liggen omdat het op het moment dat we gaan persen het een harde ondergrond moet zijn die hittebestendig is. Nou, de kookplaat is knoenhard en hittebestendig. Dus dat gaat helemaal goed komen. En wat ik heb gedaan is ik heb mijn t-shirt goed vlak neergelegd. En ik ga hem plaatsen waar ik hem wil hebben. Maar allereerst, voordat we dat gaan doen, is ik ga het t-shirt even voorstrijken. Dus wat ik doe is ik leg hem iets naar links zodat jullie ook kunnen zien wat ik aan doen ben. En ik strijk even de plaatsen waar ik hem wil hebben voor. Ik heb dit t-shirt nog niet gewassen. Nog niet gedragen. En het komt dus zo uit de verpakking. En op het moment dat een t-shirt zo uit de verpakking komt, moet je echt even goed voorstrijken. Zodat de chemische troepjes die erin zitten een beetje wegsmelten. En ik zorg daarbij ook dat het lekker warm wordt al. T-shirt. Het belangrijkste is dat de kreuken er echt uit zijn. En wat ik ga doen is niet op de naad mijn design leggen. Ik zoek mijn design erbij. Waar een andere aan vastgeplakt zit. Dat is niet de bedoeling. En wat ik ga doen is ik leg het neer waar ik het wil hebben. Ik wil het hier op deze plaats hebben. En bij Brik zijn een paar verschillende dingen anders dan bij gemiddelde flex. Wat we gaan doen namelijk is, omdat het zo stevig is, is het lastig om hier volledig doorheen te smelten. Het is een cold peel, dus je moet echt even wachten tot het afgekoeld is. Dus wat wij eerst gaan doen, is we gaan hem eerst één keer hierbovenop doen. En we gaan afpersen aan de achterkant van de design. Dus ik leg hem neer waar ik hem wil hebben. Pak mijn strijkbout erbij. Ik heb mijn stoom uitgezet van mijn strijkbout. Dus zoek even op hoe je je strijkbout het stoom uitzet. Zorg echt dat hij uitstaat. Niet denken van oké, hij is leeg, dus hij doet niet stomen. Nee, echt uitzetten. Mijne doe ik dat door een knopje in te drukken. En hoe heet heb ik hem staan? Ik heb dus de drie puntjes en de twee puntjes staan. Goed. Hoe gaan we persen? Wat ik doe is ik zet mijn strijkbout er gewoon recht bovenop en hou hem 8 seconden vast. Ik zet hem er bovenop. En ik druk 8 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik laat hem los. Hoop ik dat het voldoende is om het design eraf te krijgen. Ik ook doe eens een klein beetje het aanduwen nog met de strijkbout. Pas als ik zeker weet dat het echt vast zit, ga ik er overheen bewegen, zeg maar. Op het moment dat het namelijk beweegt en het zit niet vast, dan heb je kans dat stof gaat schuiven onder het design, waardoor het gaat oprimpelen of uitrekken of weet ik wat. Ik druk nog één keer, 8 keer. Dus 8 keer, 8 seconden. Zo. En nou laten we het even afkoelen. Ik help hem even een beetje door hem even te verkoelen. Wat ze adviseren om te laten afkoelen is het over iets kouds heen te wrijven. Dan heb ik niks kouds hier bij de hand, dus ik doe maar een beetje over een kookplaat heen, want die is koel. Tegels van de keuken zouden ook kunnen. Het belangrijkste is dat hij goed afgekoeld is. Nee, echt afgekoeld.
afkoelen. Ik wil veel te snel. Ik kan even kijken of ik iets in mijn koelkast heb. Spieken. Ik heb al zo'n koolpack. Kijk. We hebben geen brandwonden, maar als we hem wel hebben, komt dat goed te pas. We leggen er gewoon even een koolpack op. Kijk, koelt het echt super snel. Ik hoop dat dit voldoende is. Ik heb dit spul nog nooit geperst, dus ik ben benieuwd of het werkt. Ik heb wel het idee dat dit in ieder geval wel werkt om het te laten afkoelen. Draai hem even om, leg het ook even op de achterkant. Nou, dat werkt als een tierenlier. Nou, dus de vraag is, kan ik dit eraf halen? Ik moet zeggen dat hij absoluut niet vast zit. Echt niet vast. Zo, wat ik ga doen is, ik ga toch weer nog een keertje aan de voorkant persen. Maar dan wat langer. Ook bij mij is het trial and error. Dit is een trial. 8 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En echt de hoekjes even goed aanstrijken. Druk op uitoefenen. En we moeten weer wachten tot het afkoelt. Dat is wel vervelend. Dus je moet echt elke keer wachten tot het afkoelt. Ik denk dat dit beter is gelukt. Nou ja, hij zit nog steeds los. Maar we gaan het gewoon even proberen. Laat hem even afkoelen. Zeggen dat het een uitdaging is om dit te persen. Niet meteen helemaal eraf vast gaan plakken. Oh, jullie moeten ook niet aan de wand hangen. Wat ik doe is, ik hou mijn design nu echt even vast, zodat ik het materiaal in ieder geval los kan trekken. Ik denk wel dat het redelijk goed gelukt is. Maar de uiteindes van het design zitten nog echt niet vast. Zie je dat? Dit is nog niet vast. Die B ook nog niet. Peter zegt, dit hele ding zit nog niet vast. We gaan hem even terugleggen. Oh. Dit krijg je als je losse onderdelen erin hebt en het gaat niet vastzitten. Op je plaats. Op je plaats. Zo. Oké. Leg mijn spul even terug. De beurtjes niet vast. Je moet wel vastzetten voordat je hier kunt omdraaien. Dus ik pak het puntje van mijn strijkbout. Ik duw echt even met het puntje van mijn strijkbout op mijn design. En dan even goed aanhouden. Echt even heel goed aan duwen. Alle hoekjes en gaatjes. Zoveel zin in om te blijven zitten. Het zijn die twee dingetjes die los blijven komen. De rest blijft wel zitten. Maar die twee niet. Blijf eens op je plaats zitten. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, 7, 8. Je moet niet aan je strijd vastmaken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 5. Wat we gaan doen, is het shirt omdraaien. In de hoop dat het wel blijft zitten. En dit was de tip die ik kreeg, is pers hem af aan de achterkant. Dus ik heb hem nu met design naar beneden liggen, zodat ik dichter bij mijn plaklaag zit. En ik ga hier nog een keertje drukken. Dus nog een keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik heb goed hard gedrukt. Dus ik zeker weet dat ik echt goed de druk erop hou. Dit spul is eigenlijk ook niet bedoeld voor op dunne materialen zoals een t-shirt. Maar vaak op petjes of stevige materialen. Waar niet te veel beweging in zit. Dat helpt wel. Ik hoop dat de beetjes blijven zitten. Sommige delen zijn wel goed, sommige delen zijn nog gewoon niet goed. Zie je dat? Ik heb hier een deel wat gewoon niet goed vast zit. Dus in die kraag hier zit het gewoon niet goed vast. Dus ik ga nog een keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ook niet dat ik op een gegeven moment te veel gestreken heb, dat het gewoon helemaal niet meer blijft zitten. Wacht even, dat het een beetje vast zit. Ik probeer ondertussen andere delen ook even uit. Het stukje zit ook niet vast. Dat is dat stukje daar. 1, 2. Dus het lijkt hier allemaal wel goed vast te zitten. Nou wachten we even tot het design is afgekoeld. Ik moet zeggen dat dit wel een uitdaging is om te persen. Ik denk dat je hiervoor echt wel, zeker wel, een pers te gebruiken als je die hebt. Dan heb je meer kans dat dit beter pakt. Dus met je strijkbout, omdat je beter je druk kunt verdelen als dat je met een strijkbout kan doen. En je moet echt wel druk uitoefenen. De andere kant ook even koelen. Het is niet zo gek als je kookplaat ook nog helemaal warm is natuurlijk van het hele gedoe. Ik zit hier, ik voel dat hij nog niet goed zit. Eerst even laten afkoelen helemaal. Goed. Als ik ga kijken, dan zie ik gewoon dat er heel veel stukken nog niet goed zitten zitten. Andere stukken die ik net heb geperst zitten nu wel wat beter, maar het is nog steeds niet dat je zegt van nou, kom laten we er eens naar huis gaan schrijven. Deze wel nu, die zitten, de beetjes zitten nu wel redelijk vast, deze nog niet.
Dit weer wel. Het is wel sommige stukken wel, sommige stukken niet. We gaan het gewoon nog een keer doen. En we gaan hem achterstevoren echt doen. En we gaan hem zelfs helemaal binnenstebuiten doen. Zodat we heel dicht op de lijn komen, zeg maar. Kijken of dat helpt. Misschien is het wel te veel, maar dan weten we dat ook weer. Tot nu toe helpt het persen wel, dus goed druk uitoefenen helpt. Maar het is nog niet het effect wat je wil hebben. Dus we gaan het ook nog zo doen. Ik kan heel mooi mijn design er doorheen zien. Ik pak mijn strijkbal weer. En ga weer persen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Doe 10 seconden. Strijk het na. Strijk ook echt even die. Al die flapjes na. Al die extra losse dingetjes die erin zitten. Al die puntjes en zo wat erin zit. Kijken of dat helpt als ik dat doe. Dus bij de punt van mijn strijkbord ga ik al die noekjes en kringjes en dingetjes echt helemaal. Nou, ik zie hier wat interessants. Het lijkt alsof de lijm door de stof heen komt. Ik weet niet of dat goed is of niet. Of dat te heet is geworden. Ik doe ook echt de beetjes nog een keer heel goed. Puntje van mijn strijkbord. Druk ook heel goed op mijn design. Ik hoop dat ik niet te veel voor de camera zit, absoluut in mijn hoofd. Het is best interessant om te doen. Nog één keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Wat ik doe is bewegen tijdens het persen, zodat ik zeker weet dat overal de hitte gelijk is. Maar ja, je strijkbad is maar zo breed. Het kan zijn dat die middenin natuurlijk breder en warmer wordt, als dat die aan de zijkanten doet. Zie, dan kun je lang wachten tot die vast gaat zitten. Als het echt goed veel hitte nodig heeft om goed vast te gaan zitten. Goed. Wat een inspanning. Respect voor de mensen die hier geduld voor hebben. Ik leg mijn koelpak er weer even op. Ik leg mijn koelpak er even onder. Is iets makkelijker, want de plaat blijft warm. Waardoor die niet zo snel afkoelt. Ik kan hem ook beter niet op dezelfde plaats houden. Dat is de reden waarom een koelplaat fijn is. Dus het weerkaatst ook hitte meteen. Dus... het is harde ondergrond en het weerkaatst, het houdt de warmte goed vast. Dit is nog steeds gloeiend heet nu. Ik moet zeggen, tot nu toe met alles wat ik heb geperst en gestreken op mijn strijkbout, op mijn kookplaat, gaat altijd goed. Blijft ook goed zitten in de was. Nooit problemen mee. Dit is de eerste waar ik moeite mee heb, maar dan moet ik ook zeggen, volgens mij is dit ook echt heel moeilijk te doen. Draadje aan mijn t-shirt. Laat het goed afkoelen voordat ik eraan ga zitten pulken. Het is immers een cold peel en niet een hot peel. In twijfel kun je altijd bakfolie ertussen doen. Als je niet de gloeiend heet strijkbout of een persdrop op zetten. Het schijnt als je hier bakpapier opdoet op de design en dan met je pers overheen gaat, dat die glimmend wordt verplaatst, mat. Als je direct met je bakpapier erop gaat in plaats van je papiertje en pas met papier alleen. Ik heb geen bakpapier, dus ik kan het even niet met jullie uitproberen. Volgens mij is hij helemaal afgekoeld. Hij is
Ja, niet meer heet. Dus we gaan het binnenste buiten doen. Het moment van waarheid. Oh. Streep open blijft staan. Dus even kijken, heeft dit geholpen? Ja. Ik denk dat dit de key is voor het persen van Brik. Ja. Kijk, zelfs dit is gewoon pulken gaan. Nou, normaal gesproken doe je dat echt niet. Je kan eraan pulken en het komt gewoon niet los. Ja, mensen. Dus dit is de key wat je moet doen. Normaal gesproken zou je dit, dat vind ik wel interessant dan, dat vraag ik me dan wel eens af. Je zou dit namelijk op vrij stevig materiaal moeten doen, zoals petje of weet ik veel wat. Dit is een dun t-shirt en ik heb hem net achtervoren gehad en toen had ik te weinig warmte schijnbaar. Dus het kan twee dingen zijn. Het kan zijn dat ik mijn strijkbout warmer moet zetten en dit dan moet persen op een warmere stand. Hij zit trouwens echt nu wel goed vast. Echt wel. Dus daar verstelt u van. Dus het kan zijn dat ik de strijkbout warmer moet zetten. In theorie zou het op mijn dikke materiaal moeten kunnen. Dus het kan ook zijn dat ik meer druk en hem langer moet vasthouden. Dus mocht je het ook gaan proberen en mocht je een dikker materiaal hebben, probeer het eerst met harder drukken, want dat kan niet zoveel kwaad. Probeer het echt even goed hard aan te douwen. Goed druk erop te houden en lang vast te houden. Dus eventueel 10 tot 15 seconden. Mocht het dan nog steeds zo zijn dat je dit echt kan optrekken, zeg maar. Normaal gesproken ja, doe je dit natuurlijk niet aan pulken. Maar op het moment dat je het echt kan optrekken, zeg maar, en het komt steeds omhoog, dan zou ik je adviseren, zet je strijkbout of je pers iets warmer en kijk even wat hij dan doet. Ik sta versteld dat het toch goed vast is gekomen. Dus nogmaals de tip, als je dit gaat doen, zet je druk even iets, of druk wat harder, zeg maar, en zorg dat je aan de achterkant afperst. Dat is echt de key van dit spul. Probeer het niet alleen aan de bovenkant te doen, maar dit spul is mega dik. En jouw warmte komt hier gewoon niet goed doorheen, zeg maar. Dus dat was echt de tip van Caesar ook. Probeer het aan de achterkant van je materiaal te persen en niet aan de voorkant. Dit is Brik. Mochten jullie nog vragen hebben over het persen van Brik, neem dan even contact op. En hopelijk was dit weer een nuttig filmpje voor jullie. Tot gauw. Doei doei.